Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 27 hier in België. We had a major issue on the production line earlier this week. Helaas hebben wij een probleem met de powertrain department. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. I hate to drop this on you, but we could do with your expertise on this one. En het is wel een lastige keuze die we gaan maken. Hij gaat toch maar voor department lead, dus de focus van Massa verdwijnt wat. Heb je de vorige video gemist, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. In Oostenrijk vielen we helaas uit, dus dat waren geen punten voor ons, dure punten die we verloren hadden. Want daardoor is de achterstand met Bottas wat groter geworden en met Perez natuurlijk en Hamilton en Verstappen. Een aantal updates zijn gefaald, dus die moeten we opnieuw gaan kopen. Kijk maar. Helaas dus uitgevallen in de vorige wedstrijd. Hopelijk kunnen we op revanche nemen. En dat we hier misschien weer gaan winnen in de grote prijs van België. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. De kwalificatie verloopt in het nat. Maar de race dus droog. Dat is goed om te zien. We hebben wat high cash. En ja hoor, Fernando Alonso gaat na dit seizoen met pensioen. De tweevoudig wereldkampioen stopte dus mee. Dus in seizoen 1 vertrok Vettel, viervoudig kampioen. Nu vertrekt Alonso. Wordt de volgende dan wel Raikkonen of Hamilton? Weet ik niet. Maar Alonso gaat dus vertrekken na dit seizoen. Keert niet terug in seizoen 3. Wie gaat het je overnemen, weet ik niet. We hebben een aantal gridstraffen die we gaan pakken in België. Kijk maar. Dus we starten wat achteraan in het veld. Ook de CE ziet er wat slecht uit. Dus ja, daar pakken we ook gewoon een gridstraf voor. Maar goed, eerst de kwalificatie voor de grote prijs van België. We zijn inmiddels aanbeland op het natte circuit van Spa-Francorchamps. Het regent in Q1. En dat kan ons wat benadeligen waarom onze auto is niet gemaakt voor de regen. Kijken wat wij zometeen kunnen gaan rijden op deze intermediate. Schiet een klein beetje te ver door. Maar dat is geen probleem. Daniel Ricciardo laat een 1.53.9 noteren. Ik ben benieuwd wat wij zometeen gaan noteren. Hopelijk kan Felipe Massa meekomen. Ga naar iets te wijd bij een Radion. Kom aan bij Blanchimont. Weer te wijd, krijgen een track limit waarschuwing daarvoor. Hier ook weer iets te wijd bij de bus op chicane. De exit is niet goed. Veel te wijd bij start-finish en dat is een P. 2, want Bottas is sneller gegaan. 1.53.8. Dus we duiken naar binnen. Het is P6 op dit moment in Q1. Nog steeds een natte baan. En kijken wat deze ronde dan op gaat leveren. Beetje wielspin op de exit. En dat heeft ons wat momentum gekost. Maken het weer goed bij de eerste bocht. Maar nemen die knik iets te wijd. Missen daardoor een beetje de apex. En zijn in het rood. Banden moeten oppassen dat we die niet opbranden. Want de baan droogt heel snel op. Rood in sector 1. Groen in sector 2. Bij de bus op chicanen, dit keer doen we het wel goed. Maken tijd goed. Maar verbeteren zichzelf, onszelf niet. Tijd niet verbeterd, plek niet verbeterd. Maar we zijn wel door op een P11. Massa ook door. Hij rijdt op een P13. Hamilton snel. Verstappen daar maar 34.000 van een seconde er vandaan. Giovinazzi door naar Q2. Tsunoda door naar Q2.
Norris dus op P3, Perez 4, Ricciardo 5, Bottas 6, Gasly 7, Charles Leclerc 8, Alonso 9. En Lundgaard redt het niet. Q2 verloopt weer in het nat. Waarom? De baan is nog niet volledig opgedroogd. Dus we gaan kijken wat deze ronde wordt. Iets te wijd, maar we krijgen er dit keer geen waarschuwing voor. Interessant. Terwijl er al volop vuurwerk wordt afgestoken hier in mijn dorp. Leuk om te horen. 2/10 sneller in sector... Sorry, wat zeg ik nou weer? Paars in sector 2. En Yuki Tsunoda zet de snelste tijd neer. Een 1.54.7. Wij komen bij de bus op chicane aan. We gaan daar iets te wijd. Alonso met de snelste tijd een 1.53.6. En wij naar een 1.53.7. Sorry, Alonso ook naar een 1.53.7. Maar dan aan het einde van Q2 is het droog geworden voor de softbanden. En wij gaan er ook natuurlijk uit voor die set. Waarom? Mensen gaan zich nu verbeteren en wij kunnen er wel uitgeduwd worden. Dus daar moeten we voor oppassen. Paars in sector 1, paars in sector 2. De vlag hangt uit. Bottas naar P14, maar die gaat zich verbeteren. Wij naar een P15. Stroll redt het niet. P12. Russell redt het niet. P13. En wij met paars in sector 1 en 2 en groen in sector 3. Gaan wij naar de snelste tijd? Jazeker. 1,4 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Felipe Massa is ook door naar Q3. Dat is goed om te zien. Giovinazzi, Leclerc, Russell, Stroll, Bottas en Norris redden het niet. Want Bottas en Norris hebben het maar bij één run gehouden op de intermediates. Dat is niet slim. We zijn aanbeland bij Q3. Als volgens mij Checo Perez daar een beetje in de weg rijdt. We hebben ook een klein beetje last van. Schoten daar een beetje door bij La Source. Zo heet die bocht volgens mij. En dan gaan we kijken wat deze ronde ons gaat opbrengen. Kijken of dat de pole position wordt. We starten in ieder geval van achteraan vanwege gridstraffen. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien. Sainz voorlopig naar de pole position. We krijgen een corner cutting waarschuwing, maar dat is geen probleem. Sainz naar P6. En wij naar een pole position met een 1.42.3. Einde van Q3 loopt. Onze tweede run gaan we in. En kijken of wij naar een verbetering kunnen. Perez naar P2, Hamilton op P3, Gasly 4, Verstappen 5. Dus wij hebben voorlopig nog de pole position in handen. Schieten weer te ver door. Maar maak het hier weer allemaal goed. We krijgen een track limit waarschuwing, maar dat is geen probleem. Groen in sector 1 en 2. De rest is allemaal sneller gegaan. Wij zijn op P7. Massa naar een P9. Wij dus naar een P8. Tsunoda naar P9. Pakt die plek van Felipe af. Groen in sector 1 en 2. Gaat het ons naar een pole position opleveren? Schiet het een klein beetje door? Wordt dat de pole position? Dat is de vraag. Wordt dat de pole position? Nee. We komen 14.000ste tekort van Max Verstappen. Dus wij starten op een P2. Maar met die straf denk ik vanaf P12 vanwege een grid penalty. Perez dus na P3 mist hem op 36.000ste. Dus de top 3 zijn binnen een tiende van elkaar. Dus dat is erg close. Verstappen op pole. Wij dus naar een P2, Perez 3, Hamilton 4, Ricciardo 5, Sainz 6, Gasly 7, Alonso 8, Tsunoda 9 en Massa de top 10. Dan gaan we lekker over naar de race hier in België voor carrière aflevering 27. We're in Belgium once again for today's round of the Formula 1 World Championship.
It's a race the great Ayrton Senna won 6 times, and in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners, and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high-quality racing as well. Simply put it, there really is no place quite like Spa. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Anthony Davidson, what types of strategy do you think we can expect for today's event? Well, there's a lot that both the driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery systems, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Ricciardo, Carlos Sainz, and Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda, Massa, and Antonio Giovinazzi, Leclerc, the Professor, Lance Stroll and Bottas, Norris, Eilert, Nicholas Latifi and Esteban Ocon, Mick Schumacher, Russell. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Lundgaard and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Helaas een paar posities lager dan verwacht vanwege een grid penalty. Geen regen voorspeld, neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. We gaan voor soft medium, maar je weet maar nooit of de soft hard. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 27 hier in België. We starten op een P12. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Charles Leclerc. Zit al gelijk aan die buitenkant, een beetje wielbengen. Was er even krap met Lance Stroll. Het gaat daar maar net goed tussen die beide Aston Martin met Stroll en Leclerc. Het was trouwens Vettel die dat was, niet Stroll. En wij voelen hier nu de druk van Pierre Gasly. Het is in één keer twee dik op Rouge en Radion met Ricciardo. En volgens mij is dat Norris. Gasly zit in mijn slipstream. Maar kan er niet langs. Dat is goed om te zien. Remmen heel het gat dicht naar Sainz was dat. En Ricciardo. Kijken of wij kunnen aanvallen bij de Spanjaard. Hier dan bij Blanchimon aan de buitenkant. Daar is geen ruimte. Maar toch vinden wij er ruimte. En we zetten hem er heel mooi naast. En dat is P5. De volgende heet dan Daniel Ricciardo voor P4. Perez op P3. Verstappen aan de leiding. Hamilton op P2. Verstappen zet ook de snelste raceronde neer. 1:47.0. Bij Paars in sector 3. Leuk is dat Verstappen in real life wereldkampioen is. De Nederlander pakte zijn eerste titel afgelopen wedstrijd in Abu Dhabi. Waarin de laatste ronde Lewis Hamilton in te halen. Ik heb sowieso genoten van die grote prijs. Knap dat Max die titel heeft gepakt. Nu moeten wij hem hier in real life, in de game gaan verslaan. Terwijl Hamilton dat in real life niet lukte. Geel op Camel Straight. Het is geel. Paars in sector 1. Maar we rijden naar Daniel Ricciardo. Volgens mij valt iemand stil. En dat is een rood puntje. Dat is Felipe Massa die daar stil staat. Onze teamgenoot pakt geen punten. Dat ging hij sowieso niet pakken, maar goed. Die pakt een nul resultaat hier in België. Jammer, maar helaas. Valt uit. Nog steeds in ronde nummer 2 kijken we bij Blanchimon. Dit keer aan de binnenkant van Ricciardo. En daar is weer ruimte. En wij gaan naar een P4. De volgende heet dan Sergio Perez. Het gat is ongeveer een seconde. En wij pakken de snelste raceronde punt af met een 1:46.680. DRS beschikbaar gesteld. Herhaling van de start in België. De beide Red Bulls op P1 en P2. Daarachter Lewis Hamilton de lampen waren dus uit en we waren onderweg.
En we hadden gewoon een prima start. Hier was dan Driedik met Vettel, Leclerc en Gasly. En wij switchen daar heel mooi achter die jongens langs. En dat was gewoon een topstart. Was goed. Even knokken voor Alfa Tauri en Alpine daar op de achtergrond. En wij hadden hier ook Gasly in het bedwang. Perez viel gelijk Hamilton aan. Wij rijden een andere lijn dan Gasly. En dat was dus gewoon die positie weer behouden. En zo verliep dus de openingsronde in België. Ronde nummer 5 is het. We schieten een klein beetje door omdat Lewis Hamilton daar zit. Sorry, omdat Perez daar zit, want hij valt ons terug aan. Hier dat tweede ik bij Rouge, maar wij trekken aan het langste eind. En dat is P3. Een podium in handen. En DRS, dus we kunnen naar Lewis Hamilton toe rijden. Groen in sector 1. 3/10 sneller. Verstappen leidt de wedstrijd. Want wij moeten gewoon goed scoren, want in de vorige wedstrijd vielen wij uit. En daar hadden we ook gewoon een overwinning kunnen halen. En dat betekent dat de achterstand naar Perez in één keer groter en groter is geworden. Terwijl we daar even Lewis Hamilton mooi passeren voor P2. Op naar onze landgenoot, de kerstverse wereldkampioen van 2021. En de pitwindow is open. We gaan naar de harde band. Push now, zegt Jeff. Dus we gaan voor een undercut op Verstappen. Of een overcut. Kijken wat onze landgenoot doet. Want daar reageren wij op. Gaan wij eerder naar binnen dan Max? Of gaan we later binnen dan Max? We moeten het allemaal even zien. We hebben hier slipstream van onze landgenoot. DRS open. Overtakeknop aangezet. Kijken mooi naar die buitenkant. En dat is gelukt. Paars in sector 1. 16e sneller. Dus dat belooft nog wat voor onze snelste raceronde. Dat is goed om te zien. En wij gaan door. We plakken er een extra ronde achteraan. Hamilton naar binnen. Verstappen is ook naar binnen geweest. Perez naar binnen. Gaan een undercut proberen op ons. Copy that. En wij gaan toch naar de harde band, want ik wil het niet riskeren. Verstappen dus al binnen geweest. En daar komen wij dan bij de busstopchicane. Gaan naar binnen. Onze laatste pitstop van de dag. En Verstappen zit in verkeer. Dus de overcut kan misschien wel eens effect hebben op deze wedstrijd. Deze pitstop moet heel goed gaan. Giovinazzi aan de leiding. Leclerc naar binnen, Stroll naar binnen, Ocon ook naar binnen. En wij gaan naar de harde band. 2,7 is de pitstoptijd. Verstappen komt nu bij de eerste bocht aan. En we komen er net voor. De overcut heeft gewerkt. Dus dit is goed om te zien. Hamilton ook geovercut. Nu op naar Latifi rijden. Die rijdt op versleten softbanden. Hebben DRS, overtake en slipstream van de Canadees. En kijk maar eens hoe we er naartoe rijden. De topsnelheid is 347 km per uur. Mooi langs die buitenkant ingehaald. En dat is P2. De volgende heet dan Antonio Giovinazzi. Het gat is 7,8 seconden. Hier nog even een herhaling wat Max zag. Ja, die zag mij hier uit de pitstraat komen. En dacht, ik wil hem hier al gelijk inhalen, maar wij gooien de deur hier gewoon dicht. En de undercut van Verstappen heeft niet gewerkt. Heeft hier ook gewoon slipstream van mij, dus kan gewoon naar mij toe rijden. Maar dan heb ik hier DRS en slipstream van Latifi. En wij rijden gewoon van onze landgenoot weg, kijk maar. En vallen Latifi daar mooi aan de buitenkant aan. En dus vormt Latifi een rood blok tussen mij en Verstappen. Latifi dus naar binnen geweest. Verstappen weer op P2. Dat gat is 14e in ronde nummer 13. Hamilton ook niet te ver achter. Dat gat is 19e. Perez op 1,5 seconde. En Charles Leclerc naar de medium compound op 1,8 seconde. Dus dat belooft nog wat voor deze wedstrijd. Tot nu toe verloopt het heel erg goed. Waar is Bottas? Geen flauw idee. Maar die gaat hier dure punten verliezen in het wereldkampioenschap. Verstappen zit in mijn slipstream. En gaat misschien zometeen
op Camel Street een aanvalwagen voor de leiding. Het is wat bewolkter geworden, maar er is geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. Kijk maar, Verstappen rijdt er naartoe. Op Eau Rouge en Radeon. Het gat is 2/10, dus hij zit er gewoon klaar voor. En gaat zo meteen aanvallen. Heeft slipstream. Wij rijden een andere lijn, proberen hem uit de slipstream te breken. En Verstappen kijkt daarna naar die binnenkant. Maar wij hebben hier de wijdere lijn. Bijna de auto kwijtgeraakt zelfs door die actie. Maar het is nog steeds P1 in ronde nummer 14. Een mooi gevecht voor de leiding. We zitten in ronde nummer 15, een ronde later. Verstappen weer op mijn staart. Het gat is 17e dit keer, wat groter dan een ronde voorheen. Maar hij heeft hier DRS, slipstream, overtake. En kijkt naar de buitenkant, maar we remmen wat later dan onze landgenoot. Nee, de Nederlander. Sorry, onze landgenoot remt als allerlaatst, maar wij gooien dat gat gewoon dicht. En dat is nog steeds P1 in ronde nummer 15. Er zijn nog 7 rondes te gaan, mensen, dus dit belooft nog wat voor de laatste rondes in de wedstrijd. Want Spa-Francorchamps is gewoon een korte wedstrijd. Waarom? De lengte van het circuit is gewoon lang en daardoor zijn er minder rondjes. In Oostenrijk zijn er namelijk meer rondjes. Waarom? Het circuit is korter. Geen regen voorspeld. Dus dit belooft nog wat voor de laatste 7 rondes in de grote prijs van België. We gaan zo meteen ronde nummer 16 alweer in. Hamilton na P2 heeft Verstappen ingehaald en zit nu op mijn gearbox. En heeft hier de betere exit. Kijk naar de buitenkant bij Lasours. We duwen hem gewoon compleet naar buiten. En dat is nog steeds de leiding veroverd. Verstappen en Hamilton knokken nu om P2. En Verstappen trekt aan het langste eind. En gaat zo meteen weer druk zetten op ons. Dat is 2/10. Dat wordt alleen maar kleiner en kleiner. En Verstappen kijkt naar die buitenkant. Is er voorbij. Nou, de Renault Power heeft ook zijn pikaatjes. En wij duwen Verstappen daar gewoon naar buiten. Het is hier nog heel close met onze landgenoot. Maar deze knik is dan wel voor ons. En duwen Verstappen wat naar buiten toe. En dat is P1. Perez heeft Hamilton ingehaald voor dat podiumplekje. Charles Leclerc kijkt mee. 1,3 seconden is het gat naar ons. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Als Verstappen daar opnieuw probeert. Dit keer aan die binnenkant. Hij zit er helemaal naast. Maar we remmen weer als laatste. En Verstappen heeft een momentje overstuur volgens mij. Want dat gat is nu al 17e. Een mooi gevecht voor de leiding tussen mij en Max. In België. Het gat is 16e. 17e dit keer. Het wordt altijd wat groter hier in Puhon. Waarom? We hebben de aerodynamica namelijk. Dit was een herhaling in ronde nummer 17 natuurlijk. Verstappen keek naar die binnenkant. Is er voorbij, maar remt gewoon wat eerder. En heeft hier gewoon momenten overstuur. Perez ziet dat ook en kijkt mee. Maar hij kan er niet langs. Dubbel podium voor Red Bull. Ronde nummer 18, een ronde later natuurlijk. Het is nog steeds bewolkt in Spa-Francorchamps. Max Verstappen kijkt nog steeds voor een aanval voor de leiding in de wedstrijd. Perez naar het podium, Hamilton op P4, Leclerc nog steeds op P5. Ziet het allemaal voor zich gebeuren. Ik weet niet waar Valtteri Bottas is, maar dat boeit ons eigenlijk helemaal niks. Daar komt Verstappen voor een aanval, heeft gewoon veel meer power. En zit ernaast aan die binnenkant. Maar wij hebben daar de buitenste lijn te pakken en kunnen meer snelheid meenemen in die bocht. En dat is nog steeds de leiding veroverd in ronde nummer 18. Ik denk dat dit doorgaat tot de laatste ronde, jongens. Want Verstappen geeft niet op. Perez geeft niet op. En Hamilton kan alleen maar kijken. We hebben gewoon een gevecht tussen twee Bulls en mijzelf. Voor de misschien wel de wereldtitel. En vooral deze overwinning natuurlijk. Hier een herhaling van wat er is gebeurd in ronde nummer 18. Verstappen had gewoon veel meer snelheid. Kijkt hier ook gelijk aan die binnenkant. Wij knijpen hem af. En wij remmen als laatste, maar dan geeft Verstappen wat gas bij. En dan komt hij hier niet goed uit. Heeft daar ook een momentje overstuur door de dirty air die wij hebben veroorzaakt. We zitten in ronde nummer 19 als Verstappen het daar opnieuw probeert. Jazeker, dit keer naar de buitenkant. Maar wij verdedigen heel scherp.
Perez nog steeds naar het podium. In ronde nummer 19. We gaan zo meteen de laatste paar rondes in van deze wedstrijd. En dan gaan we ons opmaken voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort. Ronde nummer 20 is het. We zetten groen in sector 2 neer. Want we zijn nu aan het pushen voor de snelste racerondepunt af te pakken van iemand. Ik weet niet wie die in handen heeft, maar goed. Elk punt is welkom in deze titelstrijd en dat extra punt hebben wij in handen met een 1.45.2. Er zijn nog twee rondes te gaan. De laatste ronde loopt inmiddels. Het gat naar Perez is dit keer 17e, want hij heeft Max ingehaald. Wij nog steeds met dat snelste racerondepunt pakken de volle buit hier in België op dit moment. Hamilton en Leclerc komen tekort. En wij gaan weer verder waar we gebleven waren met het winnen van wedstrijden. We krijgen een track limits waarschuwing, maar dat geeft niks. We komen bij de bus op chicane aan en gaan deze overwinning vieren met het team. Een mooie wedstrijd, pakken weer belangrijke punten in de titelstrijd. Perez pakt het snelste racerondepunt van ons af, helaas. Jammer. Maar goed, nog steeds 25 punten in totaal. Daar teken ik voor. En gaan ze opmaken voor onze thuiswedstrijd in Nederland. Een difficult race then on one of the all-time classic circuits. But they persevered to take the win here today. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think the key here is just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere. And it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen de grote prijs van België. Perez naar P2 pakt het snelste racerondepunt. We stappen naar het podium. Hamilton op P4, Leclerc 5, Ricciardo 6, Stroll 7, Sainz 8, Alonso 9 en Giovinazzi 10. Wij krijgen het Driver of the Day van Anthony Davidson. Bottas niet naar de punten. Dat kan pijnlijk doen voor het kampioenschap. Mercedes, ja, die loopt verder in het constructeurskampioenschap. Aston Martin doet goede zaken. Vanwege Giovinazzi en Lance Stroll natuurlijk. En Perez pakt gewoon nog dat snelste racerondepunt. Ja, jammer maar helaas. Dan gaan we kijken wat de uitslag is van de constructeurs- en de coureurskampioenschappen. Kijk maar. 7 punten verschil tussen Perez. Dus dat wordt nog heel close. Daarachter is het Verstappen gevolgd op 15 punten. En wij 80 punten verwijderd van Red Bull. Dus ik denk dat Red Bull gewoon weer constructeurskampioenschap gaat worden. Maar wij moeten ons focussen op Sergio Perez. Hopelijk dat het in Nederland kan dichten. Zo niet, dan wordt het misschien wel lastig. Dan wordt het lastig. Want daarna zijn er nog maar 8 rondes te gaan. En dan zit seizoen 2 er ook alweer op. En 2 uitvallers, Massa en Schumacher, niet gefinished. Maar goed, deze video zit er weer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike die video dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21, 21 en Martin creëren met content. Schakel ook een like op het belletje als je geen enkele video meer van mij mist. Reageren wat even bij de kant moet worden op deze aflevering. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F21-21, My Team Career Mode. Ga verder in Nederland.